We zitten alweer in het nieuwe jaar en daarom gaan we vandaag met de mensen op straat terugblikken op het afgelopen jaar. En natuurlijk vragen we ze ook of ze nog leuke nieuwjaarswensen hebben. Wat is het leukste wat jij het afgelopen jaar hebt meegemaakt? Het leukste wat ik mee heb gemaakt? Ik ben verhuisd. Ik heb mijn eigen huisje gekregen, dus dat is wel leuk. En ik ben een opleiding begonnen. Ja, helpende zorg en welzijn. Oké. En waarom was dit voor jou zo leuk? Omdat ik 3 jaar niet naar school ben geweest. Ik heb in de horeca gewerkt en ik ben toen weer teruggegaan naar school. Dus dat is volgens mij leuk. Een nieuwe uitdaging. Vakantie. En waarom specifiek de vakantie voor u? Nou, omdat ik dan dus een poosje niet alleen ben. Een dag of 10 met de andere mensen. Dat vind ik ook wel leuk. Ik geniet volop van mijn kleinkinderen. Die brengen zoveel vreugde in je leven. En we hebben er 3, dus daar genieten we volop van. En ik doe ook veel vrijwilligerswerk en dat vind ik ook leuk. Ik ben bijna klaar met mijn opleiding en daar ben ik heel blij mee. En ik werk er samenwonen. Dat ik een optreden werd aangebeden bij de Rood Theater. Omdat, ja, ik verdiep mijn hele leven al in muziek en was wel een mooie toppunt ook van het jaar. Ik vind elke dag leuk. Oké. Ik ben gewoon een heel tevreden mens. Ik denk mijn tripje naar Londen eigenlijk. Omdat het de eerste keer was dat ik naar Londen was geweest en ik vond het echt leuk daar. Ik heb ontzettend veel leuke weekendtripjes gemaakt. En waarom was dit voor u zo leuk? Om heel veel nieuwe mensen te ontmoeten en om eens buiten je eigen horizon te gaan. En wat is het minst leuke dat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt? Even kijken hoor. Ja, weet niet. Moet denk ik nog komen. Ieder jaar is moeilijk, want ik ben alleen en ik... Ieder jaar en vooral om deze tijd is dat erg moeilijk. Als je even met ziektes te maken krijgt, dat is minder leuk. En dan zit je altijd even in spanning voor uitslag en zo. Maar het is allemaal goed uitgepakt, gelukkig. Ja, ik heb mijn vrienden een heel stuk minder gezien vanwege mijn opleiding. Maar voor de rest heb ik eigenlijk heel weinig slechte dingen meegemaakt. Ja, gewoon dat de familieleden zijn overleden. Dat is wat minder leuk. Maar dat is altijd minder leuk. Ik heb een paar keer in het ziekenhuis gelegen, daar word ik niet zo blij van. Maar daar ben ik ook weer overheen, dus ik ben toch weer tevreden met. Ja, mijn operatie vond ik wel eng, maar ben ik nu vanaf. Dus eigenlijk vond ik het nu niet echt zo erg. Het is toch weer goed gekomen. Ja, toch weer goed gekomen dus. Nou, het was voor mij echt een heel positief jaar. Dus daar ben ik ook heel dankbaar en blij mee. Okay. Ik kan niet echt iets noemen waarvan ik denk van nou, dat was nou echt heel erg. Heb je nog een leuke nieuwjaarswens? Mijn diploma halen. Ja, diploma halen. Waarom is dit specifiek jouw wens voor het nieuwe jaar? Het wordt wel tijd dat ik weer even diploma haal. Ik ben nu 23, dus ja. Dat er geen hongerige kinderen meer zijn en zo. Dat kinderen de toekomst zijn, hè? Dat iedereen gewoon wat meer tijd meer respect voor elkaar. En, okay. Mensen hebben het allemaal zo druk. Iedereen loopt langs elkaar heen. Een klein praatje, zeker bij oudere mensen, is heel belangrijk. Dat merk je gewoon. Als iedereen dat zou doen, dan hebben een hoop, zeker oudere mensen, hebben veel meer vreugde in het leven. Ja, mega sporten. In mijn studententijd een beetje voor aangekomen, dus ik vind dat er weer af moet. Ik hoop gewoon dat we vredevol het jaar in gaan. Ja. En misschien nog iets met je theater? Ja, ik hoop sowieso succesvol te worden toch. En met mijn muziek en wie weet heel bekend te worden. Nou, dat iedereen net zo tevreden mag worden als dat ik het afgelopen jaar was. omdat ik er zelf blij mee ben en dat ik het anderen ook van harte gun. Ja, dat ik mijn opleiding in één keer haal. Dus dat ik snel verder kan en gewoon klaar ben. Nou, ik gun iedereen vooral heel veel gezondheid natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste in het leven. En dat mensen het vooral gewoon ook heel leuk met elkaar kunnen hebben. Dat gun ik iedereen. Deze nieuwjaarswens, omdat je toch heel vaak ziet dat mensen ook over elkaar mopperen of ontevreden zijn. En dan denk ik, eigenlijk is het gewoon toch heel goed om het beste uit elkaar te halen. En we hebben allemaal minder leuke eigenschappen en leuke eigenschappen. Dus ik zou mensen gunnen om dat een beetje aan de kant te zetten en te kijken naar elkaars positieve eigenschappen. Oké, prima. Dankjewel.